Je scoort nu gewoon een velddoelpunt. Ja, nee, klopt. Het is normaal penalties. Ik heb nog wel seizoenen gehad, dan miste ik een penalty, schoot ik hem in de rebound. Zei ik, ja, heb ik toch nog een veldgoal. Maar meer dan dat is het meestal niet. Deze wedstrijd, doordat er twee Luc erbij was, jonge gozer en klein ook, van stuk. Was Hans zei voor de wedstrijd, wil jij dan mee naar voren? Ik zeg zo, ja hoor, doe mij maar mee naar voren. En hij valt goed. Ja. Notabene, we moeten net het statief lager zetten, omdat jij voor de camera komt. Ja. En je scoort met je hoofd. Ja, nee, maar als je slim loopt, dan dat maakt het niet uit. Dan wat anders, woensdag. Ja. Willem 2. Ja, is dat alleen maar leuk of zijn er serieus kansen? Het is leuk en kansen heb je altijd. Dat zie je in het verleden, zie je dat ook. Maar ik denk dat we vooral moeten genieten. Die jongens ook, die spelen, die moeten echt gaan genieten van die wedstrijd. Want je kan het alleen maar goed doen eigenlijk. Het kan niet fout, maar je moet er wel gewoon vol voor gaan. En wie weet wat er gebeurt. Natuurlijk is dat niet realistisch. Maar als je geniet, dan denk ik ook dat je een stuk beter zal zijn dan dat je helemaal onder spanning staat. Dus dat moeten ze gewoon gaan doen. Ga jij die gasten nog bijpraten van, joh, ik heb met ADO ook al eens voor de beker tegen Amateur Club gespeeld en toen ging het ook niet? Ja, inderdaad, dat zeg ik wel. Die gasten zitten daar niet op te wachten. Die denken van, ja, shit, moeten we daar tegen? En je weet gewoon dat de amateurploeg volle bak gaat. En dat als het even niet mee zit, als je niet snel scoort, dan wordt het alleen maar vervelender om die wedstrijden te spelen. Ja. Al dus de ervaren Kai van Ezen. Ja. Die scoorde vandaag met het hoofd. Ja, gebeurt zeker niet vaak. Ik kan me niet herinneren. Nou, dan gaan we nu verder met een ander. Dan gaan we het statief weer omhoog gooien. Ja, doe maar.